Hallo, u bent weer van harte welkom in de Bananensplit Show. De show waarin via onze verborgen camera's de gewone mensen sterren en de sterren weer echte mensen zijn. Meer over de show van vanavond krijgt u van Patty Braart en Ralf Inbar. Van mij ook natuurlijk. Ja, we hebben beslist niet stilgezeten de afgelopen maanden, want we zijn dag en nacht op pad geweest met onze verborgen camera. En we hebben u vaak gezien. Maar u heeft ons niet gezien, gelukkig. Ja, wij gaan u even laten zien wat wij vanavond voor u petto hebben. De Dolly Dots, verkleed als bouwvaksters in Amsterdam. De 1 aprilmop die wij uithaalden in het dorpje De Steeg bij Dieren. Die dag arriveerde daar hoogbezoek Sheikh Ali Ben Imbar. En mijn collega-producer Pieter Doulet op de koffie in de Lage Vuurse. En een onverwachte ontmoeting tussen trosomroepster Tineke Verburg en haar fanclub. Nou, dit zijn een paar onderwerpen die wij voor u in petto hebben vanavond. Patty, als jij zo vriendelijk wilt zijn om het eerste onderwerp aan te kondigen. Dat wil ik. Dank u. Tot straks. Nou, terwijl Ralf de videoband vast klaarzet, zou ik u graag de volgende vraag willen stellen. Wat zou u doen wanneer u op een lekkere zomerdag op een terrasje van uw kopje thee of koffie zit te genieten en een voor u volkomen onbekende man zich over u heen buigt en zijn koekje in uw kopje sopt? Ja, ben ik. Nee, dat is het niet. Ja, ik blijf over. Eén keer is leuk. Nee, ik geef hem een kopje koffie, alsjeblieft zo. Koerhaus in Scheveningen. Pieter, niet weer. Het Koerhaus in Scheveningen is een van de mooiste. Go ahead. Hier heb je het hele kopje. In Scheveningen is een van de mooiste hotels van Nederland. En niet in de laatste plaats vanwege de mooie eetzaal en gigantische kristallen kroonluchters die er hangen. Maar behalve die kroonluchters en de zaal beschikt het ook over een unieke service, een dienstverlening. Dat wil zeggen, op de dag dat wij daar onze onzichtbare camera hebben neergezet en een lid van het Bananensplit-team, de mysterieuze Kilgore Trout, zich vermomde als journalist en een interview hield met een nietsvermoedende heer. Voordat ik het vergeet, wilt u iets drinken? Misschien even een...
als het in de buurt is, maar alleen... Jawel, nee, dat kunnen we zo even bestellen. Dat is het kennissysteem hier waarschijnlijk. Jawel, maar u moet... Wat wilt u drinken? Nou, een bitter lemon. Een bitter lemon? Ja. Dan neem ik nog een koffie. Mag ik een bitter lemon en een koffie van u? Ik ken het nieuwe systeem. Nee, is dat... Nou, het schijnt er in de Haagse Courant gestaan te hebben, maar het is het systeem dat ze dus microfoons hebben op de tafels. Waarbij ze... En hoe weet u nou dus, dat u daar spreken moet? Nou, dat wordt gewoon... In de bloemen wordt het altijd gesproken. Dat is een systeem dat ze hebben. Waarbij de bloem dus een soort leiding erin heeft. Ja, hoe het werkt weet ik ook niet precies, maar... We kennen het natuurlijk niet van de leidingen waarbij ze dus... dat allemaal kunnen uitzenden. Goedemiddag. Het werkt inderdaad. Ja, de little lemon was deze kant. Dat kunnen ze nog niet. Nee, dat is... Deze kunnen ze nog niet. Wilt u ook even uitleggen? Want dit gaat te ver zomaar, dat is werkt. Het is voor u ook nieuw, hè, geloof ik. Alsjeblieft. Aan de koffie. Hoe weet u nou waar het moet zijn? Dat komt daar op een ding binnen. Op een, een soort walkie-talkie binnen neem ik aan. Ja. Hoe wist u nou dat u hier moest zijn? Er staat een nummer bij. Hè? Ja. Er staat een nummer op de tafel schijnt. Geen Nederland. Hij heeft dit goed gedaan. Dat is nog een, nee, maar het schijnt echt goed. Het schijnt zelfs zo dat die bloem ook niet daarin hoeft te zitten. Maar dat je hem dus eruit kan halen. En dat je los... nou, wat zou ik zeggen... kan er iemand van de receptie komen? Kijk, misschien heb ik het verkeerde, maar dan merken we het vanzelf. Kunt u mijn auto misschien verzetten, want ik ben bang dat ik een bond krijg. Hij kan ook in de garage gezet worden. Ja? En als we zo praten, worden we niet afgelast. Dat weet ik niet. Wilt u om meer licht vragen? Ik laat het straks kleur uitleggen. Ja. Mogen we wat meer licht hebben? Dat is toch aardig om te proberen. Of het allemaal lukt. En omdat ik het mens helemaal niet kende en me eigenlijk in mijn voorstelling een gans ander idee had gevormd. Van, ja. Herkende ik haar dus helemaal. Toen zei ik, waar is ze nou? Dat is ze, zo stommeling. Oh, ja, het wordt mensen heel kwalijk genomen als dat niet direct... Gelukkig, de helft, driekwart van mijn personeel had geen... Ah, zie je. Het werkt. Jullie zijn klaar. Ik heb voor u de bananensplit trofee en uiteraard een bloemetje voor u meegebracht. Laat nog eens wat van u horen. Misschien door de Anjes. Ja. Heel hartelijk dank. Kan ik nog wat bestellen nu? Nou, ik denk niet dat het werkt. Nee, bedankt. Ja, en wij gaan gelijk door met het volgende onderwerp van vanavond. En daar heb ik eigenlijk wat assistentie bij nodig. Haha, nou gaan al die ogen gloeien, kijk eens. Wat dacht u van deze mevrouw? Die zit lekker dichtbij me. Komt u? Heeft geen keus. Ontvangt u haar met een hartelijk applaus. Hallo. Mag ik uw naam weten en waar u vandaan komt? Ik ben Rita Hermans en ik kom uit Utrecht. Mag ik Rita zeggen? Ja. Oké. Nou, je weet het nooit natuurlijk. Rita, heb je het naar je zin hier bij Bananensplit? Jawel hoor. Ja? Ja. Tot nu toe leuk. Met wie ben je gekomen? Met mijn vader. Je bent je niet getrouwd? Jawel. Mijn man, die komt vanavond niet. Oh, jammer hè. Want als je man bij je geweest was, dan had ik hem ook nog een paar vraagjes willen stellen. Ben je lang getrouwd? Bijna 9 jaar. Een hele beroemde professor heeft gezegd dat je naar aanleiding van de vrouwenbenen ook wat over hun karakter kan zeggen. Denk je dat dat waar is? Ik heb geen flauw idee, want daar kijkt hij nooit naar. Zou je man er wel naar kijken, denk je? Nee, hij kijkt naar het gezicht. Oeh, dat had ook een moeilijke geweest. Nou, dan zullen we met jou de test maar gaan doen. Wij gaan namelijk een testje doen om te kijken of dat inderdaad zo is. En daarvoor hebben wij heel wat benen voor jou laten opdraven. Jongens, laat de benen maar zien. Kijk eens aan. Nou Rita, het eerste benenpaar, dan begin ik links, hè? Wat denk je dat daar voor vrouw boven zit? Nou, ik denk een huisvrouw. Waarom denk je dat? Ik zal het eigenlijk niet weten. Vanwege de schoenen misschien?
Ja, ergens wel, maar ze zijn niet zo hoog als... Nou, laten we doorgaan naar de tweede paar benen. Ja, wat denk je dat daar boven zit? Een beetje gespierd of wat vind je? Meer een cicatrice. Waarom? De stand van de benen. En misschien ook de vorm, of niet? Ja, dus ik weet het, de vorm, dat maakt eigenlijk niet uit. Het is de manier waarop ze staat eigenlijk. Het derde paar benen, wat denk je dat daar voor iemand boven zit? Jong, een oud, een misschien zelfs wel een sportvrouw. Ja, kan. Ja, in de 30. Een sportvrouw van een jaar of 30. Hmm. Schoenen, een goede smaak schoenen? Of? Nou, het is mijn smaak niet. Het is jouw smaak niet. Nou, nummer 3 is haar smaak niet. Eens kijken. Nummer 4. Wat denk je van de benen van mevrouw 4? Zijn mooie rechte benen. Mooie rechte benen. Oud, jong? Hmm. Ook tegen de tussen 25 en 30. Zijn jongetjes allemaal, hè? Dat denk ik wel, ja. Nou, laten wij kijken in hoeverre jij gelijk hebt. Wil het eerste paar benen zich aan ons bekendmaken? En kijk of u gelijk had. Nou, niet helemaal. Dat is Ellen Brussen, onze trosomroepster. Hallo Ellen. Leuk je ook eens van een andere kant bekeken te hebben. Ja, de onderkant deze keer is erbij. Dat zie je vaak, hè? Nee. Besteed jij altijd net zoveel zorg aan je onderkant als je bovenkant? Nou. Ik wil een hele rare vraag. Meestal wel. Het verhaal met alleen spijkerbroek en alleen mooie bovenkantjes, dat gaat bij mij niet helemaal. Oké. Okay. Heel hartelijk dank dat je vanavond bij ons was. Bedankt. Graag gedaan. Het tweede benenpaar daarvan had u gezegd, een secretaresse van een jaar of 25. Nou, laten wij het tweede paar benen aan u voorstellen. Hier komen zij, want het is Doris D. Nou, het derde paar benen, daar zag u werkelijk geen been in, want dat is echt helemaal fout. Dus die laten we even voor wat het is. We gaan rechtstreeks door naar het vierde paar benen. Hele mooie rechte benen, wij maken ze nu aan u bekend. Hier komt paar nummer 4 en dat is Miss Holland 1983, Nancy Lalleman. Blijft natuurlijk nog het paar nummer 3 waar u verschrikkelijk naast zat. Zullen we dat nog eens van naderbij gaan bekijken? Kom op, ga mee. Kom hier weer bij me staan. Ben niet heel erg benieuwd op dit moment. Ik denk dat ik helemaal fout zit. Oké, nou kom, maak paar nummer 3 zich nu aan haar bekend. En daar is zij dan, haar eigen echtgenoot. Waar had hij aan jou gezegd dat hij vandaag naartoe moest? Voor de keuring. Voor de keuring. Lekkere keuring. Ja. Nou, als je kijkt waar ik mee stond, was een goede keuring. Ja. Ik hoop dat je naar de... Moet je echt naar de keuring vandaag morgen? Waarschijnlijk wel. Nou, ik hoop dat je dan nog even verkleedt, want ik denk niet dat je goedgekeurd wordt, zo eerlijk gezegd. Ik vond dat jullie het heel leuk hebben gedaan. Ben je kwaad? Nee hoor. Nee. Een beetje beduust, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, jullie waren hele leuke kandidaten. Hartstikke bedankt. En veel plezier. Tot de volgende keer. Dankjewel. 1 april is bij uitstek de dag om je buurman, je buurvrouw, broer of zus of wie dan ook nou eens lekker in de maling te nemen. Nou, bij ons is het eigenlijk altijd een beetje 1 april. Dus als het echt 1 april is, is het dubbelfeest bij ons. Nou, Ralf Inbar presteerde dit jaar om een heel dorp op zijn kop te zetten. Wat heeft hij namelijk gedaan? Hij ging naar het dorpje De Steeg bij Dieren en trok naar het kasteel middachten dat bewoond wordt door mevrouw en meneer Geertsma. Welkom. Ralf is daar naartoe gegaan, verkleed als sheik.
En heeft het kasteel van meneer Geersma zogenaamd overgenomen, gekocht. En wat doet hij nou? Hij laat de hele middenstand opdraven om over de toekomstige leveranties van het kasteel te praten. Nou, toen gebeurde er van alles. En zelfs, het ging zelfs zover dat de Tros Actua TV Marcel Bruins daarbij aanwezig was. En dit is dan het kasteel Middachten, een 17e eeuws prachtig kasteel met 1000 hectare grond erbij. Volgens de geruchten heeft prins Abdul $2,2 miljoen betaald voor dit kasteel. Dat is ruim 6 miljoen gulden. En dat is een prijs die er wezen mag, maar die hij blijkbaar betalen kan. Your Excellency, that you have been paying $2.2 million for this castle. Is that true? I have no comment. I am very happy that so many people came to see us now. De prins zal u graag straks achtereenvolgens ontvangen. Om te proberen zaken te doen, maar ik heb een aardigheidje meegenomen. Ik ben drogist in dieren, Willeminnenwerk. Ik heb de uitnodiging hartelijk ontvangen gistermiddag. En ik heb een Hollands presentje meegenomen en dat is drop. Gewoon Hollandse drop, want dat hebben ze niet in Arabië. Thank you. Why don't you sit down? Dit is, ja. Dit is Hollandse drop. Ik weet niet of u het kent. Maar dit is gewoon ter compensatie dat u hier in Nederland bent en komt. Ik heb u vanmorgen bij de gezellen gezien. Ja. Wat geeft uw winkel aan hem? Wat kunt u aan hem bieden? Qua aanbiedingen? Ik kan alles bieden. Als u lekker een bad wil of zo, badolie, naadbaden, wanneer u geschoren bent, aftershave, crème. Aftershave. Alle merken, alles is, heb ik voorradig. Do you have beauty parlor too? Beauty parlor. Of je een schoonheidssalon hebt of een schoonheidsspecialiste ja, in dat dienst is, hebt. Ja, dat is mijn vrouw. Wij doen met z'n tweeën. Vrouw, right. Ja. I know that word. I learned that word. We doen met z'n tweeën doen we de winkel en mijn vrouw is schoonheidsspecialiste en die verzorgt dat allemaal. Maar die heeft nog geen heren onder behandeling. Hij wil vragen wat is de prijs? Hij wil graag een vrouw kopen. Oh, niet te koop. Oh, niet te koop. Zo, dat is de fiets voor de prins? Ik vermoed van wel, ja. Het is een mooie fiets, hè? Dat is zeker een mooie fiets, ja. Er zit wat bladgoud op, de velg heb ik begrepen, van de directeur van de fabriek. Ja, dat is geanodiseerd, dus hè. Dat zit in het aluminium verwerkt. Oh, ja. Vroeger? Tenminste, gingen vrouwen aan de één kant zitten en zo gingen ze paardrijden. Is dat ook mogelijk met de fiets dat je dus aan één kant zit en aan beide kanten de trappers hebt? Dat is niet mogelijk met de fiets. Als je zoiets voor hem voor elkaar krijgt, dus hij zit in het midden en aan beide kanten de trappers, in verband met zijn lange rokken en gewaden, dan neemt hij nu al een orde van 20.000 stuks. Dat is een leuke orde. Is hij oké? Kan je doen? Kunt u het voor elkaar krijgen? Zullen we het proberen met woorden? Ja, veel fietsen. He wants money now. Als u nu alvast een voorschotje wilt, het is geen probleem. Kunt u zo gaan. Nee. U bent van de filmclub van dieren? Dieren, ja.
We hebben een uitnodiging gekregen en de bedoeling is dat we zijn hier bezig hier met een filmjournaal. Ja. Over dieren, dorpen dieren. Ja. En dit lijkt me een leuke activiteit, niet meer, gebeurtenis om dit op te nemen in ons filmjournaal. Ja. Where can you see video in this room? Ask it. Waar kunt u hier video zien? Het is niet waar dat in je... In this room. In deze kamer, kunt u hier video ontdekken of zo of zien? Nee, nee. But there is video in this room. Is er toch video in de room? Nee, maar ik kan niet ontdekken. Nee. Can you also hide a small film camera? Een klein filmcamera, kun je dat ook zomaar verstoppen? Wegbergen? Nee, dat hebben wij niet. Nee, nee. Maar het kan wel. Sorry, ja. In Jeskam kan dit camera bij Holland, bij televisie? Bestaat er ook op de Hollandse televisie kan dit camera? Dat is de Tros, die net hier was, de Nos. Tros? De, ja. Goed, Tros, goed. De Tros, ja. Is goed? Die is goed, ja. Good. Die zendt nog wel eens om de zoveel weken een programma uit waar die verborgen camera in verschillende programma's, laten we zeggen, een winkel of, een, of op straat, waar, dat mensen wel eens beetgenomen worden. Die zetten wel eens die programma's uit. En dan kun je wel eens lachen. Dat zijn leuke programma's. Dat wel. You laugh. You smile when you see it. Dan, ja. Je houdt ervan. Yeah. Daar hou ik van. What is the matter? Dat is... Bananensplit. Bananensplit. Ja, that's a nice name. Ja. I tell you, you now, you are on bananensplit. Oh. Huh? Ja? Yes. Heeft hij het begrepen? Nou, heb ik het door, ja. Nou, heb ik het door, ja. Ja, ja. Dat is helemaal niet gek. U bent op bananensplit. Ja, inderdaad. Heel goed. Ja, want als u recht voor u kijkt. Ja. En er staat als goede schouwfilmer, zie je? Daarachter? Ja, ik zie het. Ja, ik zie het. Ja. Ik heb hier bij mij de, nou ik mag wel zeggen, ontzettend lieve filmer. Ik vond u echt heel lief. Was het leuk? Het was hartstikke leuk, ja, inderdaad. U was zelfs zo lief en onschuldig dat u de sheik nog dacht een voorlichting te geven. Dat heeft hij niet nodig, denk ik, met al die vrouwen. Nee, dat niet. Maar, maar je kan nooit weten. Ik denk, misschien is het zo dat ik met mijn camera nog eens kan doordringen. Niet waar? Bij de sheik. Je weet nooit natuurlijk. En dan naast u zit de drogist. En die dacht alles te verkopen. Zelfs, alleen, het ging, op één moment ging het iets te ver, want zijn vrouw, daar wilde die toch niet aan? Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Maar ik heb drop gegeven aan de oliesheik. En nu heb ik echt bananendrop laten maken voor hem en voor Patty. Ja, je mag ze niet eten, want je moet 4 kilo afvallen, heb ik gelezen. In een weekblad. Maar meneer Eurlings heeft hiervoor gezorgd en bij deze bied ik je dit aan. Hartstikke bedankt. Nou Ralf, dan heb ik, voordat ik naar jou terug ga, natuurlijk voor u allen een bananensplit trofee. 1, 2. En dan heb ik de derde ook nog bij me. Hier, kunt u die even vasthouden, die is voor de rijwielhandelaar. Maar Ralf, nou zit ik een keer in een complot waar jij niks van af weet. Haha. En daar komt de rijwielhandelaar, want die had nog voor jou een trofee in petto. Ja, daar had u gewoon de bestelling op gedaan, hè? Ja, 20.000 geloof ik, hè? Nou, hoe ziet het dan, kan, hè? Ja. En jij wist ervan. Dus voor één keer. Ook niet meer te vertrouwen. Nee, ik, zelfs ik niet meer. Nou, ik vind het prachtig. Ik ga een kameel zoeken die daarop kan gaan fietsen. Er kan ook een rugzak bijgeleverd worden, dus... Ja? Ja, dat is nou, prima. Ik ga een kameel zoeken. En dan kom ik even langs in de dieren. In dieren, hè? Ja, heeft u ook een stand, hè? Kan die ook staan? Ja. Dank u wel. Dank u wel. Ja, ik... meneer en mevrouw Geertsema, ik wou dit afsluiten. Die fiets heeft mij een beetje overrompeld.
Ik heb het al in de steeg gezet. Gezegd, ik doe het nogmaals. Ik wou u dank zeggen voor het feit dat u mij uw kasteel al was maar voor één dag heeft uitgeleend. En als dank daarvoor, kijk eens deze banaanspittel. Dank u wel. Nou, we hebben in jaren niet zoveel gelachen als op die dag. Dus. Ja. Hartelijk dank. Ja, de afgelopen zomer hebben wij een klein testje uitgehaald in Amsterdam. De vraag was deze. Als vrouwen zich zouden gedragen zoals sommige mannen dat doen, hoe zouden die mannen dan daarop reageren? Ik weet zeker dat er hier in het publiek enkele dames zitten die ooit wel eens langs een bouwstelling hebben gelopen. En daar werden toegefloten of toegesproken door enkele fluitende en schreeuwende bouwvakkers. En toen weer blozend doorliepen, die dames dan. Wat hebben wij gedaan? Wij zijn naar Amsterdam gegaan, stelt u zich voor, hartje Amsterdam. Zes lieftallige dames, in dit geval de Dolly Dots, een verborgen camera en die Dolly Dots die waren verkleed, vermomd als bouwvaksters. En we gaan kijken hoe zij de mannentaal beheersen. Gok kan leren wat er knoert. Hé, hey, kom eens even. Nou, dat zoals ik het zeg. Knoer, ah, je laat me even. Hé, laat je me zo zo'n heerlijkheidje ontglippen. Kom eens even hier. Kijk, mijn kontje hebben op het zadeltje. Hé, hey, kom eens eventjes, hé. Hey. Kom eens even. Ga me even lekker in die kont knijpen van je. Nou, je bent een lekker hoor. Hier nog zo een. Je begrijpt wel dat ik je gewoon een lekker stuk vind. Wat? Dat ik je gewoon een lekker stuk vind, dat begrijp je wel. Lekker stukje. Lekker stuk. Knappe man. Leuke man. Ja. Hé hey, jongens, kijk eens, die is ook lekker. Kijk nou wat een snoepgoed er aan de overkant aankomt, jongens. Even oogjes open. Hé, hey, wat dacht je van deze hier? Hey, volgens mij heb je hartstikke mooie benen. Hé, hey, wat heb jij lekker broekje aan, joh. Wel een lekker kontje, hoor. Hé, hé, hé. Hé, jongens, kijk eens wat. Dat zijn ook geen weggooiers. Volgens mij heb je hartstikke mooie kuiten. Ja. Volgens mij heb je hele mooie kuiten. Nou. Weet het? Hé, hey, we gaan even kijken hoor, jongens. Is hé. Laat zien. Laat je kuitjes even zien. Hé, hey, jongens, kijk eens even. Esther, ze doen zelfs mannen niet. Om revanche te nemen op de dames bouwvakkers. Er mag gefloten worden, denk daarom. En alhoewel ik moet zeggen, het zal niet de eerste keer zijn dat u hun beeldschone kuiten zult bewonderen op televisie. Hier zijn ze nog één keer. Don't give up the Dolly Dots. Yeah.
Ja, ik wou het even hebben met u over dit vak, televisiepresentatie. Ik was onlangs in Londen bij de BBC en daar kreeg ik materiaal onder ogen waarvan ik dacht, dat moet ik u even laten zien, dat neem ik mee. Het gaat over materiaal van televisiepresentatoren die de fout ingaan. En dan niet van tevoren opgezet zoals bij ons, maar het overkomt ze gewoon. Ja, kan ons allemaal gebeuren. De Engelsen hebben daar een mooi woord voor, bloopers. Wij zeggen missers. Nou, ik heb een aantal van die bloopers hier voor u op de video. They were saying that it didn't really seem to satisfy the problems that the British have on getting rid of this problem once and for all. We seem to be having some problem here with the furniture. Already though, at the beginning of the day, you will find one or two showers dotted about here and there. And as the day goes on, I think you're going to find these showers will tend to become heavier and more frequent. Many of them could well turn out later on in the day to be fairly thundery with some... Let's do it again. What then is the mood tonight in the Soviet capital? Mr. Duane, the papers here are saying that Soviet troops have been put on the alert. Is that so? I wouldn't put it as much as that. The impression I get is this, that at the moment, Moscow wants to exploit the whole situation to its advantage. And flooding is still causing problems in Derbyshire, Leicestershire and the Severn Valley, where thousands of acres are underwater. Sorry about that. One of our bulbs has exploded. The Liverpool City Council is the largest employer in Liverpool, and his policies are directly leading to unemployment within that very large sector. Excuse me, I've got a very bit lost my voice here. I'm sorry, I'm going to have to end this. I've completely lost it unless you can understand it. Can you hear me all right? This part of the bridge that the parents are particularly concerned about, the part that leads down a steep slope of an old coal tip, down to the river and the railway bridge, all irresistible. Are there any other points that need to be watched? No. The thing is, some burners get a canker in their ear because their ears fall over, so they've got to be prepared for vet spills as well. At the moment, all these lovely lads, lad and lasses here are all in good health. Hey! Hey! Stop it! Tot zover dan een paar waar gebeurde bloopers, missers van Engelse collega's. Dan heb ik me in de tijd afgevraagd of het mogelijk is om zo'n misser te enceneren. Dus te organiseren, van tevoren te programmeren. Dat is mogelijk. Is ook gebeurd. Tineke Verburg, onze charmante trosomroepster, die nooit fouten maakt, altijd aardig is, correct. Tineke Verburg is ons slachtoffer geworden. Nou is het veel te moeilijk om u dit verhaal dat u zometeen te zien krijgt, om dat helemaal technisch uit te leggen. Eén ding moet u beslist weten. Tineke denkt dat op het moment dat u haar ziet, zij live, rechtstreeks dus, bij u in de huiskamer zit. Laten we eens gaan kijken. Het is nu tijd voor deel 3 van onze spannende jeugdserie. Het geheim van Vredenhof. Gespeeld door amateurs die wonen en werken op het prachtige Waddeneiland Schiermonnikoog. Eerst nog even in het kort wat er allemaal gebeurde in de voorgaande delen. De jonge watersporters Jelle en Helene Faber zijn op het Waddeneiland Schiermonnikoog in gevaarlijke avonturen verzeild geraakt. Nadat ze in de nacht smokkelaars hadden bespied, blijkt hun bootje te zijn losgesneden van zijn anker. Ze verdenken ten onrechte... Daar komt ook even iemand binnenwandelen. Kunnen jullie even stil zijn, want ik ben even aan het vertellen wat Mogen er gebeurt. Mogen wij een handtekening voor u? Jongens, ik ben even nu aan het vertellen aan de mensen wat er gebeurt in het geheim van Vredenhof. Wachten jullie even? Nee, maar ik moet wel snel opschieten. Jullie moeten nu even wachten. We zijn even bezig nu. Ik ga nu even verder. Mag ik een handtekening? Nou, gaat u maar kijken naar het geheim van Vredenhof. Ik heb een handtekening van u? Ja, zo van u. Ik ook. Van mij ook. Maar ik wil echt een handtekening van u, hoor. Nou, kom hier. Zo. Is het al, het geheim? Kijken jullie daar ook naar elke week? Nee. Nee? Nee. Vandaar dat jullie zo binnenkomen stormen. Ik was net aan het vertellen wat er allemaal in gebeurt. Moet ik het nog even uitvertellen? Nee, want ik wil een handtekening. Nou ja, ik weet het ook niet meer. Geef me nog maar een handtekening. Ja, oké. Hoe gaan jullie dan? Nou, onmiddellijk hier. Sorry mevrouw. Oké, nou, ze gaan weer. Nou, het hindert niet. Oké,
Ik vertel toch nog maar eventjes verder hoe het verder gaat met het geheim van Vredehof. Zes kinderen omheen om een handtekening te blaren. Ja, ik denk nou ja. Ja, Tineke, wat dacht je? Nou, Spaans benauwd had ik. Je dacht echt dat je in de uitzending zat? Ja, al die tijd gedacht, ja. En was je kwaad? Nee, absoluut niet. Ja, het gekke is dat kan soms gebeuren. Hè. Er kunnen soms mensen de studio in komen wandelen. Dat gebeurt ook wel eens. Bijvoorbeeld iemand die de koffie komt brengen en die komt dan binnenlopen. Die heeft of geen lampjes zien branden. Dus je bent wel gewend. Dus ja, ik vond het eigenlijk op zich helemaal niet zo vreemd. Dus ja. Maar je hebt me verteld dat je na dit hele gebeuren ook nog naar boven stierde, daar Ralf zag zitten. Ja, ik kom boven en ik zie Ralf zitten. Ik zeg, hoi Pijp, wat doe jij hier? En ik had nog niks in de gaten. Maar nou, het heeft nog ongeveer 3 minuten geduurd. En al degenen die daar zaten, die daar boven zaten, die deden net alsof ze geen kinderen gezien hadden. Dus jij dan? We hebben helemaal geen kinderen gezien. Ik denk, nou, ik word gek of zij zijn het. In elk geval, de schuldige van dit geheel, Pijp. Ja, kom maar thuis. Leef. Ik ga voor jou opstaan. En driehoeksverhouding is altijd een ontzettend aardig gegeven voor een grappig verhaal. En met dat in ons achterhoofd. Mag ik een aantekening van u? Ik wist dat het zou gebeuren. Ik zie je vinger omhoog. Maar ik laat mij niet uit het veld slaan, jongens. Alsjeblieft. Hartstikke leuk. Mag dat straks afgemaakt worden? Moet nee, dat nu? Nee. Oh, pardon. Dat dit de eerste uitzending van een serie van 8 is. Want dat geeft me nog 7 uitzendingen de tijd om iets verschrikkelijks te bedenken. Goed, wij gaan verder. Ik weet het niet meer. De driehoeksverhouding is een ontzettend leuk gegeven voor aardige verhalen. Eigenlijk voor grappige verhalen. En met dat in ons achterhoofd hebben wij het volgende verborgen camera stuntje bedacht. De secretaresse is degene die van niks weet. Alle anderen zitten bij ons in het bananensprinkcomplot. Ja, is meneer van de Molenbaan? Ja, die is hier achter gegaan. Oké. Mami. Mami. Hallo, schat. Hallo. Goed? Wat ben je laat? Ja, ik had hem opgestopt. Jongen. Oh, ik ben er niet hoor, als er iemand komt, even. Goed. Ja, ik ben het uitzendbureau, ben ik hier. Ja, dat is erg niet. Ik ken hier niemand hoor, dus... Ja, is Peter Moor binnen? Ja, die is midden. Kies maar dan. Sluit? Ja. Nee? Harry? Oh, hoe laat komt hij terug? Ik ben niet. Met film van de Molen en de Wit? Ja, met Van der Molen even. Dat is toch niet mijn vrouw die daar is? Zeg maar gewoon ja, als het wel zo is. Ja. Oh jee. Even kijken, ja. Nou, probeer er even weg te krijgen. Ja. Want ik kan het moeilijk nu hier hebben. En als u gezegd hebt dat ik hierin ben, dan zegt u maar dat het meneer de Wit is die hierin zit. Ja. En dat meneer van der Molen weg is gegaan. Oh ja. Oké? Okay? Ja, goed. Want u kent ons toch niet. Ja. Oké, okay, ja. Is dat mijn man? Nee hoor. Hoe laat komt hij niet terug? Nou, meneer van der Molen, die is weggegaan. Ja, maar ik zal met hem meerijden zo. In huis.
Wil je met hem meerijden? Ja, ik ben zijn vrouw. Oh. Oh. Geld. Alles opgemaakt, nog een leuke oven heb ik voor hem gekocht en dingen. Anders geef ik u wel geld voor de terugreis. Ja, oh, dat is wel iemand, zie wel. Oké, dag. Huh? Ja. Je zegt tegen mij, er is niemand. Ja, ik weet niet, wie komt er zomaar uit? Wat? Heeft u een paar dames daar zitten of zo? Nee, er zijn geen dames. Wie is die vrouw dan? Ik weet het niet wie dat is. Dat is iemand die hier schijnbaar werkt of zo. Nee, dat kent iedereen. Maar dit is zijn kantoor. Bel hem eens, roep hem eens, probeer het eens eventjes. Ik begrijp nou, niks van de deur op slot. Doe zo de intercom. Nou, dat doe ik niet, nee. Ik zal het, dat u niks hoort. Doe maar. Er is niemand. Doe maar. Meneer van de Molen. Meneer van de Molen? Moet je wel indruk, anders doet hij niet. Harry? Rare bedoeling hier. Er komt de dame uitgelopen. Oh, is hij niet gegaan? Dan kan ik nu naar binnen. Nou, moet ik toch wel weten wat er... Nou, we zitten hier binnen. Nou, ze heeft hem net op slag gedaan, dacht ik hoor. Nee. Ik heb een beetje het idee dat er iets aan de hand is. Ja, er is niets aan de hand, echt niet. Ik ben hier gekomen en ik moest de telefoon, die meneer die is weggegaan gewoon. En die dame die schijnt al binnen gezeten te hebben. Ik bel even naar huis. Misschien is hij wel thuis, ik bel wel eventjes. Kan ik even... Hè? Eén grote grap. Waar staat u, uw man? Eén grote grap. Het is namelijk zo, we hebben hier ertussen gehad. Dit is namelijk allemaal voor dat programma wat op de televisie is. Ah, bananen speelt zeker weer nieuwe van je. Ja, en die mevrouw is in het complot. Het is allemaal bananensplit. Dat meisje ook, wat net weer zegt. Mag ik even weten, doet u dat veel? Ja, ik doe het wel meer. Oh ja? Jullie werken altijd samen? Nou, niet altijd, maar het is... Juist, ik weet toch wat jij doet. Jij zit helemaal niet bij de trots, je zit helemaal niet bij... Nee, oké, natuurlijk niet. Maar ze vroegen mij om mee te doen dit keer. Oh, en u bent van de trots. Ja. Oh, ik ben die mevrouw die altijd iedereen in de maling neemt. Nou, af en toe. Ja? Ja. Okay. Ja hoor, is prima. Dank u wel. Dat niet. Is meneer de Witte, weet ik veel niet. Om een uur of half twee is meneer van der Molen terug. Half twee, ja. Oh, nou dan wacht ik wel eventjes. Hè? Oké. Okay. Bevalt het hier? Nou, ik kom net binnen, dus ik kan er niks voor zeggen. Half twee is die... Wat is er half twee? Nou, ik bemoei me er niet mee. Wat is er? Mijn man? Wat? Sorry, wat is er aan de hand? Ja, dat weet ik niet. Ik kom hier niet binnen. Ik kom niet mee, die bel. Mijn man is binnen? Ik weet niet beter. Wat? Ik hoor het niet. Oh. Let me zitten, ik kom even naast je zitten. Wat is er? Ik kom net binnen. Iets aardig. Ik kom net binnen, dan wordt er gezegd, meneer van der Molen, dus hij geeft me een hand. Maar dan komt hier een griep binnen en die gaat dan naartoe, want ik heb een fles champagne dat hij eens moet halen. Licht. Nou, dan dood ook in ieder geval. Dood! Mag ik dit aanbieden namens de TROS? Dankjewel. En bananensplit. En jij ook. Dankjewel. En bedankt voor je sportieve medewerking. Heel hartelijk dank. Dankjewel. Dit was dan het einde van deze Bananensplit Show. Wij hopen dat u ervan genoten heeft u zelf een keer te zien zoals anderen u zien. Zeg ik dat goed? Ja, dat is heel goed gezegd. Oké. Okay. Ja, wij zijn er weer. Zaterdag over een paar weken op de 22e oktober. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat u er dan ook bent. Ja.